Nou, wat ik daar net deed is dus een pop-shove-it. Nou, dat is eigenlijk best wel een makkelijke truc. Nou, je hebt eigenlijk 4 stappen voor deze truc. Stap 1 is eigenlijk gewoon echt je balans vinden. Dus voordat je deze truc überhaupt gaat proberen, is gewoon balans vinden en vaak rondrijden. Totdat je gewoon, ja, echt gewoon goed voelt op een board, weet je. Stap 2 is als je dat hebt, als je je goed voelt, moet je een beetje het momentum krijgen om je board de hele tijd zo om te shove-itten, noem je dat. Dus dan zou ik gewoon met je achterste voet, dat is met degene waar je eigenlijk het meeste mee doet, hem zo schuiven. En heel vaak dit proberen, deze beweging en zo, hem rondschuiven. Dan weet je wat je moet doen. Het derde zou ik doen, is heel veel springen en naar voren springen. Zodat je, als je weet wanneer je dit gaat doen, dat die onder je komt, weet je wel. Dan ben je gewoon, ja, voorbereid. En dan, ja, het vierde is gewoon heel vaak doen totdat het lukt. Vaak vallen, vaak oefenen. Uiteindelijk gaat het wel lukken. Het komt echt allemaal vanzelf. Dat is het eigenlijk.